kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Jawel, je gaat zien, hier staat nergens geen bureaustoel. Ja, mijn bureaustoel is weg. Daar staat nog een bureaustoel met iets op. Op mijn lichtbed heb ik al van alles gelegd. Mijn stoelen staan aan de kant, want kijk dit eens. Hier moet dus echt eens dringend geborsteld worden en schoongemaakt worden. Dat ga ik dus zelfs doen. Eerst ga ik mijn lievertje even wegbrengen. En s'avonds ga ik die terughalen. En ja, dan kan ik hier op mijn gemakje schoonmaken. Dan dat brengt hem niet tot haar tot last. Ik heb sowieso al een paspoort staan. Doe het niet meer aan het schieten. En ze moet ook sowieso bij haar mama zijn, omwille van dat ze bij haar mama ook blijft eten. Voilà. Zo. Welkom op een gloednieuwe vlog. En het is ook aan het regenen buiten. Of liefst? Nee, ik heb een druppels. Amai, het zijn redelijke druppels. Dat voelen. Het zijn gewoon dikke druppels die aan het vallen zijn, maar het zijn niet zoveel druppels. Ja. Voilà, ze. Weer al aankomen bij mijn boeleke. Hey boeleke, alles goed? Ja. Dus als ik zelfs terug thuis ben, gaat sowieso mijn eerste taak zijn. Mijn vlog in de kannen steken, twee vlogs. En dan ben ik nu nog deze derde vlog ook nog aan het maken. Ik ben jullie even zo neer aan het zetten. Oh, dus. Pak. Ja, dan had ik dat ene ook kunnen meenemen. Ah ja, oké. Okay. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Mensen. Ik spotte iets heel moois. En dan gaat er een BMW voor mij rijden. Ah, die moet hier afslaan. Ik ga het jullie laten zien. Hopelijk. Kijk, dat is heel die vooraan. Wauw, wat een bak. Ik hoop dat jullie het hebben gezien. Want ik was recht voor mij aan het gaan. Zo, ik ga een timeslap maken hoe ik hier nu mijn appartementje ga kuisen opnieuw. Dus jullie weten het nog. Eerst ga ik renderen. Daarna borstelen. Daarna dweilen. En daarna alles terugzetten. Dan zal het wel terug hoog tijd zijn om mijn schatje gaan halen. GSM uit de zak. Jas, even hierop. Kan geen kwaad. Dan even op mijn computer. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. En veel kijkplezier met de timeslap. Zo, ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten van mijn schoonmaak en mijn afwas. Ondertussen tijd is er al één vlog geüpload. Twee vlogs gerenderd. Dat ook nog een keer.
Nu, ga ik mij nog gauw een douche nemen, want ik ben bezweerd. Van hier even te kuisen. Dus alles komt wel in orde. Zou eens nog de laatste vlog in de upload gooien, want daar moet ik nog een goede 5 minuten en een half nog mee wachten. Voordat die volledig klaar is. Ik heb dan ook dus de afval ook wat opgeruimd hier op mijn appartement. Ja, dus ik heb redelijk veel gedaan. Hier dat kleine gangskin heb ik ook gedaan, maar dat was uit beeld. Sorry dat dat uit beeld was. Ik kan je even wat licht geven. Poesjes mogen hierin. Dat plastic mag in de blauwe zak. Voilà. Dan wat dat zilverpapier wat in die kartonnen doosje zit, eruit halen en in de vuilzak gooien. Wat sorteren, hè, mensen? Wat sorteren? Vullissen. Ja, ja. Wel, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik hoop dat jullie nu wel aan het genieten zijn van deze degelijke vlog. Uiteindelijk is de eindstand geworden ook van de Rummikub Marathon. We zijn dus gestart op 30.03.2024. Ik heb nog maar 6 keer gewonnen. En ja, mijn maatje Chris, 15, 15, 16, 17 keren al. Goed bezig, maatje, om mij in te maken met Rummikub. Ja, en ondertussen tijd is ook het weer omgeslagen buiten. En moet ik nog 3 minuten en een half wachten. Maar dan ga ik eerst douchen en dan uploaden. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Want ik heb ook mijn schatje even afgezet bij haar mama. Om ook blijven te eten. En dan kan ik hier ook zelfs even wat eten. En dan moet ik haar terug gaan halen. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga mij ook nog scheren. Mijn tandjes ook nog poetsen. Dus ik heb nog veel te doen. Yo, yo, yo. Of gaan we dat ook in een timeslap mode doen? Mijn scheren en tandjes poetsen. Yo. Allee, veel kijkplezier. Zo mensen, ik ben geschoren, tandjes gepoetst, ondertussen tijd heb ik mij verslikt. Is mijn vlag ook al in een kander gestoken, dus kan ik die ook gewoon in de upload gooien. Wacht hè. Rummikub Marathon 179, is er dan eentje hoger dan 179? Moet eens even kijken, 180. 179 dan, hè. Ja. Deze moet eerder online komen, dus hashtag vlog, oké. Dan naar 100, volgende. Ik ga ook zobiet mijn vlogcamera even insteken, want ik heb voedsel nodig, zegt mijn camera. Ik heb voedsel nodig om blijven te kunnen opnemen of te kunnen blijven werken, hoe jullie dat ook noemen. Ja, ja, ja. Openbaar. Nee, niet openbaar plannen, natuurlijk. Deze komt om 16 uur online. Voilà, ze. Op 31 maart. Plannen. Ik heb geen aprilgrap hoor mensen, ik heb echt geen aprilgrap. Dat was de aprilgrap. Nee hoor. Nee, ik heb echt geen 1 aprilgrap. Wat ik zo heb uitgedokterd, dat zo... Ik doe daar deze jaar niet aan mee. Niet. Dankjewel. Voilà. Dus ik ga jullie niet laten. Ik zie jullie allemaal zelfs terug, want ik ga nu nog een douche nemen. Dan nog een paar series wat bijbenen. En dan ja, mijn schatje terug gaan halen. Hè. Yo, yo, yo. Hallo kijkers. Jawel, ik heb een klein dutje gedaan. Ik ga hier nog een serie kijken op mijn gemakje. Het is echt ook slecht weer vandaag buiten.
Dus dan hou ik mij ook wat bezig. Ik ben ook heel veel met de gsm spelletjes aan het spelen, dat geef ik ook toe. Daar gaat ook heel veel van mijn tijd erdoor. Ja, ik heb hier een stroomkabel vast. Die moet ik even gaan insteken. Want anders krijgt mijn laptop niet genoeg voeding. Dus eten. Voilà. Pak jullie terug mee. Voilà, ik steek hem hierin. Ja, ik heb stroom, zegt hem. Dan gaan we richting YouTube, want ik ben er wat in een serie aan het volgen van... Jullie gaan het direct zien. Ik was... Ah nee, jullie zien het nog niet. Eens even kijken. Hè. Geschiedenis. Hier was ik naar aan het kijken. Voilà. Van Game Meneer, openbaar vervoer vroegtijdig afvinken in Cities Skylines 2. Dat ben ik dus volgen. Dus die heeft een hele mooie. Is hij aan het bouwen en al van City Skylines 2. Daar ga ik nu nog verder volgen. Die is een hele mooie stad daar aan het uitbouwen. Misschien dat ik dat ook wel eens ooit eens ga doen. City Skylines 2, dat is precies wel een tofspel. Maar dan moeten er ook wat donaties binnenkomen. Jawel. Ik roep er niet achter. Sorry. Ik mag er eigenlijk niet achter roepen. Sorry. Want anders kreeg ik weer al commentaar. Ja, je roept er weer al achter donaties. Sorry, dat is niet mijn bedoeling. Oké. Dus ik kan nog mijn computer ook nog opstarten misschien. Dat ik nog een kleine livestreamje doe. En dan, ja... Ga ik mijn schatje terughalen. Gaan we familie kijken. En dan zal wel de dag weer al voorbij zijn. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Zo, ik heb een livestream gedaan, maar weer al niet tot een goed einde gekomen. Dat heel veel telkens keer dat op mijn pc blijft haken. Ik weet niet hoe het komt. Dus even hier alles eens nu eens openzetten. Want nu schijnt de zon. Nu kan weer altijd frisse lucht eens even binnenkomen. Hell yeah. Dus wat ben ik nu momenteel bezig? Ik ben nu bezig met, zeg het, Steam eraf te gooien. Steam, eens even kijken. No match for shirts. Oké, dat is goed. Dan moet ik nog iets doen. Oh ja. Moet die nog downloaden? Nee. Oké. Dus ik ga nog een en ander nog wat uitzoeken voordat mijn schatje even een appje stuurt naar mij toe van kom je maar halen. Dan doe ik dat ook hoor. Maar ondertussen kan ik naar het probleem zoeken. Voor een oplossing te vinden van mijn probleem. Van mijn hangingprobleem. Allee. Dus ik zie jullie zelfs allemaal terug. Als ik ga vertrekken, laat ik het jullie ook wel iets weten. Dankjewel en tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen, je ziet, ik ben ook nog bezig met de Nvidia driver systeem aan het updaten. Kijken als het daar aan ligt voor de problemen met live te streamen en al. Dus ik stem om door te gaan. Dan volgende. Ja. Volgende. Voilà, laat hem nu maar installeren. En ik moet... Ik moet eigenlijk ook vertrekken naar mijn schat. Dus ik ga nu ook zoiets van de ramen sluiten. Kijk maar, de ramen staan hier nog wat gewijd open. Voilà. Schoentjes aandoen. Dan als ik dan terug ben, dan ga ik verder met de installatie. Die zal wel ergens wel... stoppen, hopelijk.
En dat ik dan s'avonds weer verder kan doen. En dan straks ga ik ook dan weer proberen nog een keer eens om Counter-Strike 2 te spelen, te livestreamen en al. Kijken als daar wat vorderingen zijn ingekomen. Ik ben nu ook mijn jas aan het zoeken. En die ligt ginder. Voilà. Oh, ik kan al hier zijn. Nu opnieuw opstarten. Voilà. Mijn computer wordt nu ook nog eens opnieuw opgestart. Dan kan ik die password nog wel ingeven als hem opgestart is. En dan hopen dat dan de meeste problemen van de baan zijn. Ik moet nog sowieso dan ook nog, voordat dat ik hier ga vertrekken, ook nog op Steam klikken. Want ik ben ook de games terug aan het herdownloaden. Dus ik ben van alles aan het proberen voor weer een vlekkeloze livestream dan te kunnen hebben en al. Wat een miserie. Voilà, Sam. Is terug aan het opstarten. Ik heb mijn paswoord ingegeven. Dan heb ik maar één beeldscherm. Waarom gaat die nu niet aan? Daar ga ik straks naar kijken. Dus ik ga hem gewoon bezig laten zijn. Dus ik ga nu vertrekken naar mijn schat toe. Studiolamp ook even uitdoen. Voilà. En dan ga ik straks verder doen met de installatie. En dan misschien nog een leuke livestreamje doen. Het is ook vakantie, dus het kan zijn dat dan die livestream wel iets langer gaat duren dan normaal. Dus ik ga dan nu zender even naar haar toe. Jullie mogen het meeluisteren. Hey lieverd, het is om te laten weten dat ik nu ga vertrekken naar jou toe. Tot straks, yo. Binnen een kwartiertje, 20 minuten ben ik bij jou. Voilà. Dan ga ik maar eens vertrekken, hè. Ik ben nu aan het wachten tot het nog eens aangekomen. Maar dan kan ik het blijkbaar niet meer te goed zien op Messenger. Toch wel een klote gedoe om de probleem zien te vinden waar de livestream daar eens een keer ook in vastloopt of mijn game in vastloopt, moet ik wel nog zien te vinden. En dan zijn de problemen van de baan, hoop ik toch. Misschien nog voor de LAN-party, dat dan ook nog alles in orde is geraakt. Wie weet. Allee. Ik ga eens vertrekken. Tot straks. Zo mensen, ik ben terug thuis. Ik heb gezien dat mijn programma is geïnstalleerd. Ik zie hier ook games en apps ook al goed doorkomen. Ziet, voilà. Daar is hem nog iets bezig met het scannen. Dus je ziet hier Age of the Empires, Alan Wake Remastered, Aliens Fireteam Elite, American Truck Simulator, twee keren, what the fuck, oké. Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, City Skylines 2. Huh? Heb ik dan City Skylines 2? Ja, ik heb City Skylines 2. Voilà. Oké, dan gaan we eens even teruggaan. Dan gaan we eens naar Counter-Strike. Dus even kijken. Is laag. Oei. Uitgeschakeld. Was uitgeschakeld. Oké, daar is iets uitgeschakeld. Ik weet het niet. Dus maar we gaan nog wel sowieso nog eens een test doen. Voor de livestream. Dus ik gooi ook mijn studiolamp aan. Voilà. Bij deze is dat gebeurd. Dan heb ik nog Streamlabs nodig. En dan ga ik nog wachten tot... Moet ik dat nu ook nog doen?
hoop van niet. Is momenteel anti-malware bezig. En die staat al op 89%, nu 90. Het gaat toch redelijk snel. 91. Een dokter, het donker, we zijn toch niet bang, waarom heb ik dat liedje in mijn hoofd, dat ik het niet weet. Dus even kijken, hè. Songteksten. Dus even kijken of er zo websites bestaan. Ja, daar bestaan er heel veel van. Eens even kijken. Eens even kijken als jullie deze kennen. Ja, deze hier. Eens kijken als... Ik ga gewoon de tekst lezen. Nee, ik ga een Engelse songtekst nemen. Dat ga ik eens doen, ja. Een Engelse songtekst nemen. En die dan vertalen naar het Nederlands toe. En eens even kijken als jullie het dan herkennen. Hè? Huh? Ja, ik heb ook gedaan. eens even kijken. Eens even kijken hier. Eens even kijken. Ja, de populairste. Oké, okay. Eens even kijken. Als jullie deze dan kennen. Ik ga die dus in het Nederlands laten vertalen. En dan moeten jullie proberen te raden welke liedje dat is. Want het is hier wel een hele lange songtekst. Want ik moest scrollen. Oei, opnieuw. Scroll. Oké, kopiëren. Dan vertalen. En dan heb die Engelse tekst hierin plakken. Ah, de tekst overschrijdt de limiet van 3900 leestekens. Oké. Dan gaan we een hele stuk eruit knippen. Eens even kijken, zetten we dan toch nog te veel? Precies wel. Ja, precies wel. Oh, dan gaan we hier nog wat in knippen. We gaan dan nog een hele frame eruit halen. Hier, voilà. Dat is nog een hele frame. Delete. Nog te veel. Nog te veel, oké. Okay. Nee. Nee, ik zei scroll. Voilà, oké. We hebben nu een stukje songtekst. Eens kijken als jullie het gaan herkennen. Dus dan moet ik wel mijn boxnoot nog aanzetten. Of anders gaan jullie nog niks horen. Ik ga jullie het dan bij de boxen leggen deze keer. En ik ga nu... Even op play drukken. Even kijken als jullie het herkennen. Mag ik uw aandacht alstublieft? Wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan? Ik herhaal, wil de echte Slim Shady alsjeblieft opstaan? We krijgen hier een probleem. Jullie doen allemaal alsof je hebt nog nooit een blanke gezien. Kaken allemaal op de grond, zoals Pam, alsof Tommy zojuist de deur binnenstormde. En begon haar kont nog erger te gieren dan voorheen. Ze waren eerst gescheiden, gooi haar over meubels. Ah, het is de terugkeer van de... Ah, wacht, echt niet, je maakt een grapje, hij zei gewoon niet wat ik denk dat hij deed. Toch, en Dr. Dre zei, niets, idioten. Dr. Dre is dood, hij zit opgesloten in mijn kelder. Haha, feministische vrouwen houden van Eminem. Slim Shady, ik ben hem beu. Kijk naar hem, rondlopend en zijn je weet wel grijpend, het omdraaien van de je weet wie, ja, maar hij is toch zo schattig. Ja, ik heb waarschijnlijk een paar schroeven in mijn hoofd los. Maar niet slechter dan wat gebeurt er in de slaapkamers van je ouders? Soms wil ik op tv komen en me gewoon laten gaan, maar dat kan niet. Maar het is cool voor Tom Green om een dode eland te bulten. Mijn kont ligt op jouw lippen,
En als ik geluk heb, je kunt hem misschien een klein kusje geven. En dat is de boodschap dat leveren wij aan kleine kinderen. En verwacht dat ze het niet weten wat de clitoris van een vrouw is. Natuurlijk zullen ze het weten wat geslachtsgemeenschap is. Tegen de tijd dat ze de vierde klas bereikten. Ze hebben Discovery Channel, nietwaar? Wij zijn niets anders dan zoogdieren. Nou ja, sommige van ons kannibalen. Die andere mensen opensnijdt als meloenen. Maar als we dode dieren en antilopen kunnen bulten. Dan is er geen reden dat het een man is en een andere man kan niet weglopen. Maar als jij je voelt zoals ik me voel, ik heb de anekdote begrepen. Vrouwen zwaaien met je panties, zing het refrein en het gaat. Nu gaan we naar het volgende stuk. Ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op. Sta alsjeblieft op omdat ik Slim Shady ben. Ja, ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op. Sta alsjeblieft op. Will Smith hoeft niet te vloeken in zijn raps om zijn platen te verkopen. Nou, dat doe ik. Neuk hem en neuk jou ook. Denk je dat ik iets geef om een Grammy? De helft van jullie critici kan mij niet eens verdragen, laat staan mij uitstaan. Maar Slim, wat als je wint, zou het niet raar zijn? Waarom? Dus jullie kunnen gewoon liegen om mij hier te krijgen, dus je kunt mij hier laten zitten, naast Britney Spears. Shit, Christina Aguilera kan me beter stoelen verwisselen. Ik kan er dus naast zitten Carson Daly en Fred Durst. En hoor ze erover discussiëren aan wie ze het eerst het hoofd gaf. Jij kleine teef, zet mij in de schijnwerpers op MTV. Ja, hij is schattig. Maar ik denk dat hij getrouwd is met Kim, hey. Ik zou haar audio op mp3 moeten downloaden en laat de hele wereld zien. Hoe je Eminem VD gaf. Ik ben jullie kleine meisjes en jongensgroepen zat. Het enige wat je doet is mij irriteren. Dus ik ben hierheen gestuurd om je te vernietigen. En er zijn een miljoen van ons, net als ik, die schelden zoals ik, die er net als ik geen fuck om geven. Die zich kleden zoals ik, loop, praat en gedraag je zoals ik. En misschien wel het op één na beste, maar ik niet helemaal. Derde deel. Ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op, sta alsjeblieft op. Want ik ben Slim Shady, ja, ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op. Sta alsjeblieft op. Ik ben als een reis om naar te luisteren, omdat ik je alleen maar geef dingen waar je grappen over maakt met je vrienden binnen in je woonkamer. Het enige verschil is dat ik de ballen heb om het te zeggen in het bijzijn van jullie allemaal en dat hoeft niet helemaal bedekt met vorst of suiker. Ik zet gewoon een microfoon op en spuug het uit en of je het graag toegeeft. Ik scheid gewoon beter dan 90% van jullie rappers daarbuiten. Dan vraag je je af, hoe kunnen kinderen dat? Eet deze albums op als valiums. Het is grappig, want in de snelheid waarmee ik ga als ik 30 ben. Ik zal de enige persoon zijn in het verpleeghuis flirten. Verpleegsterskontjes knijpen. Als ik me aftrek met jergens. En ik ben aan het rukken, maar deze hele zak Viagra werkt niet. En elke persoon ligt een Slim Shady op de loer. Hij zou bij Burger King kunnen werken op je uieringen spugen. Of op de parkeerplaats, cirkelend, schreeuwen, het kan me geen fuck schelen. Met zijn ramen open en zijn systeem aan. Dus, wil de echte Shady alsjeblieft opstaan? En steken van die vingers erin met elke hand omhoog? En wees er trots op dat te zijn uit je hoofd en uit de hand. En nog een keer, luid als je kunt. Hoe gaat het? Laatste deel. Ik ben Slim Shady, ja ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op. Sta alsjeblieft op omdat ik Slim Shady ben. Ja, ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op. Sta alsjeblieft op. Ik ben Slim Shady. Ja, ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op. Sta alsjeblieft op omdat ik Slim Shady ben. Ja, ik ben de echte Shady. Alle andere Slim Shady's imiteren alleen maar wil de echte Slim Shady alsjeblieft niet opstaan. Sta alsjeblieft op. Sta alsjeblieft op. Haha, ik denk dat er in ons allemaal een Slim Shady schuilt. Fuck it, laten we allemaal opstaan.
Dat was de ganse songtekst. Als jullie het nu nog niet hebben geraden, dan zal het wel heel erg zijn. Het was echt een heel lange tekst. Ik ga het dus niet in het Engels gaan voorzingen of voorzeggen of zo. Ik ga eens even kijken als ik dat op YouTube ook terugvind, die liedje. Dan gaat het over de 13-jarige liedje van NNM, The Real Slim Shady. Dus dan heb ik het dus eigenlijk over deze liedje direct. Jullie gaan het track wel horen. Maar er is altijd eerst zo wat reclame. Deze, over deze gaat het. May I have your attention please? May I have your attention please? A little slim shady stay stand up. A tribute. It will be the slim shady please stand up. Dus het gaat over deze liedje. Ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Dus ik heb daar nog een redelijke stuk aan aangekoppeld en al. Dus ik ga nog kijken als ik nog een livestream ga doen, want het programma staat al klaar voor te kunnen starten. Dus ja, here we go again. Hè. Dan gaan we nog eens een leuk potje konden strijken. 2 proberen te spelen, kijken of ze hem nog blijft haken of niet. Zowel, dan moet ik nog verder kijken naar oplossingen. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zoals altijd zeg ik op het laatste. Yo, 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 yo. Yeah!